Yo, kijkers van Boomer Games, uit kijk naar een nieuwe episode van Prison Architect. Wel bijna Battlefield zeggen. Net in de vorige episode heb ik het ook gedaan. Nou ja, ik had het gedaan, maar daar kwam ik zelf net op tijd achter. Maar dit is dus Prison Architect. Dit is voor mij episode 7 alweer. De vorige episode hebben we deze ruimte gemaakt. We hebben ingesteld dat deze ruimte ook alleen voor de medium is. Deze ook. En deze ook. Dus een beetje afgezonderd. In de gezamenlijke tijden zijn en in de vrije tijd mogen ze voor mij wel bepaalde plekken zijn. Ik ga weer de tijd aanzetten en dan ga ik een beetje aanpassen wat hun rooster is. Normal, die krijgt geen werktijd, maar die krijgen wat lock-up time. Nee, kan ik ze nou uit elkaar halen? Hier mogen zij werken. Ja, oké. Okay. Zij mogen werken, zij niet. Ze moeten eten samen. Nou ja, eten. Yard komt hier. En dat eten komt hier. Zodat sowieso daar al. Die bij elkaar zitten. Shower hebben ze apart. En ochtend eten. Eten ze wel gewoon op dezelfde tijd. Daarin zij werken dan daarna. En zij mogen lekker in een celletje niks gaan doen. Dan eten. Dan hebben ze vrije tijd. Dan kunnen ze misschien iets doen. Eten is in principe prima. Ik doe trouwens deze doe ik dan eerder. Ja, die doe ik. Dat eten. Doe ik hier al. En dan de yard time doe ik. Nee, deze. Zo. En Hero komt dan. Zat daarbij. Free time. Die komt dan Hero. Dus dan eten ze. Hebben ze wat vrije tijd. Gaan ze naar buiten toe. En dan eten ze ook gewoon weer om 7. Van 7 tot 8. Daarna nog een uurtje vast om 9 uur. En dan mogen ze nou lekker naar hun bedje toe gaan. We krijgen er 13 binnen. Ik ga dit even kijken of ik nog wat kan gaan unlocken. Doe mij maar. Deze Regal, ik weet niet of ik het ga gebruiken, maar het is altijd handig. Als het goed is, heb ik genoeg. Ja, ik gooi er eigenlijk nog wel een paar kokjes bij. Nog 2. Nee, 3. Ja, dat vind ik wel genoeg, want als het goed is krijg ik ook weer geld. Natuurlijk krijg ik. Ik krijg 6.500 euro als zij komen. En ja, ik kost krijg 5. Maar ik weet alleen niet hoeveel. Ik per dag krijg voor de prisoners. Kijk, ik heb er nu 34. Waarschijnlijk krijg ik nog iets van 3 of minder. Nee. Iets meer. Ik denk dat ik 100, 150 euro krijg voor die prisoners per dag. Volgens mij. Ik denk het wel. Want het klopt dan ongeveer. Ik hoor tijd even nog wat sneller. Want ik wil ze eigenlijk binnenkrijgen. Want dan kan ik ze wat laten doen. Deze paden richten allemaal goed bij. Ik ga deze workshop ga ik dan eens een beetje uitbreiden. Kan ik wat meer baantjes krijgen. Dat levert mij ook weer geld op. Alleen die kost me alleen wat. Zelf ook een lading geld. Zo. Nou kijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zo. Nou ja, ik vind het zo eigenlijk wel goed. En dan doe ik deze zaagjes. Kleine zaag zijn natuurlijk maar heel klein. Die laat ik er zo bij gaan. En is het helemaal mooi. Ik ga ook zometeen denk ik eventjes wat patrols opzetten voor de staf. Kijk, ze komen zometeen binnen. Ik heb trouwens ook net een lange termijn investering gekregen. Kan je zien wat ze hier krijgen. Bijvoorbeeld hier krijgen ze dan, kunnen ze dit medicijnen, scharen, een mes vandaan krijgen. En luxere dingen zoals sigaretten en boost, weet niet precies wat dat is, telefoon aansteken. Hier kunnen ze ook wat wapens krijgen, hier kunnen ze poison krijgen en een club. Hier kunnen ze ook wat luxere items krijgen, maar hier komen ze in principe niet. Je kunt ze ook sleutels krijgen, alleen hier komen ze echt gewoon niet. En hier kunnen ze eigenlijk ook wel wat krijgen, hier kunnen ze helemaal niks krijgen. En hier kunnen ze een zaag krijgen, een schroevendraaier, een hamer, een boormachine, een shank. Dus gewoon een stukje gras of metaal, het is al gewoon zo gemaakt. En een wooden pickaxe, waardoor ze kunnen gaan, door steen kunnen gaan hakken. Maar in principe, kijk, hier kunnen ze dit krijgen door het overhandigen, maar hier kunnen ze maar ook van alles krijgen. Ze kunnen net zo goed hier een schaar krijgen of zo, of een hamer of zo. Dat zou ik hier allemaal kunnen vinden, dus ik ga hier denk ik een poortje neerzetten. Een carpenter table, dat is nieuw denk ik, of niet? Nou ja, ik wil hier wil ik een, waar staat die? Kijk, metal, ja, denk zo. Bij de ingang zetten en dan doe ik dan eigenlijk wat utilities ook een beetje uit de tijd bij. Zo. Kijk, ze zijn aangekomen hoor. Net. Is niet. 16 erbij. Ja, doe maar 16 erbij. Seks zijn volgens mij
zijn nog niet aangekomen. Oh, daar zijn ze hoor. Kijk, hier komt de lesgevers komen er weer aan. Deze gaat daar naartoe. Ik ga trouwens even deze planning. Ga ik hier helemaal weghalen. Dat is eigenlijk wel prima zo. Oké. Zo. Dit gaat ook helemaal weg. Er zit een schaar. Zie je? Dat is toch wel handig dat gewoon allemaal zo afsluiten. En deze ruimte gaat ook zo helemaal zo. Helemaal weg. Zo. Ik weet het allemaal wel. Hier ook. Kijk, dat gaat dan ook helemaal weg. En dan hebben we dat ook weer gehad. En dan is het gewoon prima. Ik wil hier trouwens ook nog een pad aanleggen. Materials, stone. Ik vind eigenlijk dat stone zie ik. Heb ik dat gewoon puur omdat ik het er wel mooi uit vind zien. Oké, ze zijn nu allemaal aangekomen. Ze gaan in de receptie worden ze allemaal doorzocht. Kijken of ze niet al iets bij zich hebben. Het zijn wel de wat gevaarlijkere boeven, zou ik maar zeggen. Dat heeft deze gedaan voor carjacking. Oké, deze heeft deze gedaan. Ignored economic sentence van 13 jaar voor meerdere misdaden. Dead by dood bij door gevaarlijk rijden en dood door gevaarlijk rijden twee keer zelfs. Oeh, heeft toch iets verkeerds gedaan. Maar wat knap die zelf nog heeft. Oké, deze heeft voor rioting 7 jaar gekregen. En ook weer verder burglary. Is ook niet handig als je dat gaat doen, hè. Kijk, deze worden nog steeds komen er nog een paar uit. Waren het twee bussen? Denk ik niet. Ik gooi deze maar even open voor hem. Sorry, vreemdelijker door. Jullie mogen trouwens best wel naar binnen, hoor. En dan buiten is trouwens helemaal een hek omheen. Voor de mensen die nieuw zijn, zit al gewoon een heel hek omheen. Dus ze kunnen in principe nergens naartoe. En als ze hierin komen, moeten ze nog een stuk verder. Dit kan ik eigenlijk ook nog wel doen. Moet ik kijken of dat al kan. Nee, ik heb nog geen deur servo's. Dus ik moet hier deployment. Moet ik hier ook eentje in hebben. Ja, nou, ik wil er maar eentje in daar. Trots krijgen ze deze. Gaan ze nu beginnen met de eerste naar een cel te verplaatsen. Yes, zo. Ga maar open. Ik heb er nog 4 over. Kijk, nu sta ik weer in de plus. En dat komt. Ja, dat is 5400. Dus ik heb ongeveer 2000 euro aan inkomen erbij gekregen. Dus ik sta weer gewoon mooi in het groen. Er komt lekker geld bij. Kijk, ik ben aan belasting ben ik ook geld kwijt. Die programma's het eten. 432. Dat kan ik ook aanpassen trouwens. De kwaliteit van het eten. Daar policies. Kijk, hier kan ik de variatie in het eten doen. Maar dat, kijk, dat kost me 20 per dag per prisoner. Dit, dat, geen, kost me 2 euro. Maar dat gewoon medium, gewoon 12 euro. Ik kan het ook allemaal braag zetten, alleen dan vinden ze, wordt het niet heel fijn, want ze krijgen slecht eten. En ik vind het wel in principe handig als ze prima eten krijgen. Hier heb ik allemaal ingesteld wat ze voor straffen krijgen als ze iets doen. Kijk, hier zie je wat er allemaal gebeurt, wat ze allemaal aan het doen zijn. Ik ga deze via logistics ga ik nog een paar werk dingetjes bijzetten. Zo, hier kunnen 17, hier maximaal 15 kunnen er werken. Die mogen ook voor mij lekker gaan werken. Oké, deze zijn ze helemaal doen. Ze zijn wel een beetje met elkaar aan het klooien ofzo. Hier ook. Kijk, ik zie dat het een beetje omhoog gaat. 7 zijn er goed behandeld. Hebben serieuze complicaties of vinden iets heel irritant. Het is aan het increase en zijn onnodig doorzocht. En dat zijn waarschijnlijk al die nieuwe. Dus het gevaar daarvoor is aan het stijgen. Dus ik wil eigenlijk wel een lockdown doen. Want dan een bang-up. Dus dan moeten ze allemaal naar een cel toe. En daarna wil ik een shakedown gaan doen. Oké. Ik weet het eigenlijk handiger om het 's nachts te doen. Maar ik doe het gewoon nu. Omdat het gewoon eventjes wel handig is. Want het niveau is aan het stijgen. Het gaat dan ook iets stijgen. En daarna is het wel weer wat vijgen en het begint een beetje raar te doen. Kijk, gaan ze allemaal naar hun cel. Deze is ook allemaal in hun cel. Kijk, dus het gaat wel iets is decreasing. Het wordt wel minder gevaarlijk. En dan gaan we nu een shakedown doen. Okay, 216 praten die ze mogelijk mogen gaan doorzoeken. Oké. Okay. Bang up. Eigenlijk wil ik wel bang up houden. Hou ze bang up. Oké, okay, ga ik nu lekker uitzoomen. Dan gaan we lekker snel kijken wat ze allemaal gaan doen. Ik zet de snelheid even op 3. Dan kijken wat we of iets vinden. We hebben wel dingen gevonden. Een shank. We hebben een schaar gevonden. We hebben 2 schalen zelfs. We hebben een mes gevonden. En zijn lekker alles aan het doorzoeken. Het is nu wel weer aan het toenemen. Het gevaar. Ze krijgen natuurlijk niet te eten bij Vital Prisoners. Dus aan de meals zijn er wel genoeg erin. Ze mogen natuurlijk niet gaan eten. Dus nu zie je het wel zonde van het geld. Want gooien ze eigenlijk allemaal weg. Maar ze moeten wel even een keer alles doorzoeken.
Ze zijn echt aan het. Zie je, ze worden allemaal onnodig doorzocht en dat vinden ze allemaal niet fijn. Maar het is wel even nodig en daarna gaan we gewoon alles weer lekker door laten gaan. Het moet af en toe gebeuren. Het is ook weer avond aan het worden. Kijk, deze. Wat heeft hij? Even wat medicijn. Oh, ik sta zelfs bij wat het is. Oh, dat is handig. Kijk, nog een drugs erbij. Kijk, hebben sigaretten gevonden of six. Nou, weet het. Lucifers. Kijk, doe ze maar die bang-up. Stop er maar mee. Alleen de shakedown. Kijk, en dan kunnen ze wel weer alles gaan doen. En dan denk ik dat het mooi is geweest voor deze episode. Maar het duurt wel erg lang trouwens voordat alles doorzocht heb. Kijk, er komen er weer twee bij. Dus gaat wel wat sneller. Zoeken door, natuurlijk alles zoeken. Echt overal daar echt niks ligt. Hier, dus heeft ook weer wat. Kijk. Ja, nou, dan vind ik het wel eigenlijk wel mooi geweest. Kijk, deze raadt ze nog niet of er tunnels zijn gevonden of iets. Die zijn voor mij niet gevonden. Maar dan bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te favoriten, te abonneren. Ons volgt Twitter @BomberGaming. En dan zie je de volgende keer weer. Later.